In de kantine van hobbywerkplaats Hoeweco in Beekendonk werd vrijdagmorgen de jaarsvergadering gehouden. Naast het officiële gedeelte was er ook een bestuurswisseling. Er werd afscheid genomen van voorzitter Tony van der Graft. Hij werd opgevolgd door Hein Maas. Iedereen hartelijk welkom op deze algemene jaarvergadering van Stichting Hoeweco. We zijn blij met de grote opkomst. Dan stelt het bestuur voor om Maria van Grinsven weer voor 4 jaar te benoemen. Kan iedereen zich daarmee in vinden? Dan stel ik voor aan de vergadering om Hein Maas voor de komende 4 jaar voor te benoemen tot voorzitter van de Stichting Hoeweco. Kan iedereen daarmee instemmen? Dat is Hein Maas nu benoemd. Hein. En dan zou ik zeggen, begint er maar aan. Ja. Dankjewel, Tom. Succes. Ja. Niks van zou ik geven. Bedankt. Dankjewel. Een controletje onder. Dat kun je bij de timmerwerkplaats laten maken. Godverdomme. Dank voor alles. Zonder jou was Hoeweco niet geworden wat het nu is. Nou ja, daar ben ik wel zwaar aan gezet, maar ik vind het heel erg mooi. Ja, daarom schiet ik even op. Prima, dankjewel. Allemaal van harte voor de aanwezigheid. En dan sluit ik hiermee de vergadering. Nieuwe voorzitter van Hoeweco, de heer Hein Maas. Ja, Hein, nog een jaartje werken bij de gemeente Helmond. Ja, is dat werken als ambtenaar? Laten we maar zeggen dat het werk is. Dan val je niet in het zwarte gat. Nee, zeker niet. Trots eigenlijk wel dat ik gevraagd ben om de functie van voorzitter van Hoeweco over te nemen. En het is ook wel een hele uitdaging. Tony van der Graft, 15 jaar vervuld. Opgebouwd wat hier staat. En dat is iets waar Tony heel trots op kan zijn, waar Hoeweco heel trots op kan zijn. En ook de gemeente heel trots op kan zijn. Dat er toch mensen in deze gemeente zijn die zoiets waardevols als Hoeweco neer kunnen zetten en in stand kunnen zetten. Ja, naar mij de taak om daar de komende jaren leiding aan te geven. Dus dat mooi. Daar ben ik ook wel weer trots op toch. Dus je hebt daar geen cursus nodig, wat ga ik doen in mijn vrije tijd? Nee, bij ambtenaren noemen ze dat de PIS-cursus. Pensioen in zich heet dat dan. Dat heb ik niet nodig. Ik ben blij dat ik ook breder maatschappelijk in kan zetten. En, dat houdt een doel in het leven en dat heb je nodig. Dus uitdaging. Ja, je bent geboren en getogen Beekendonkenaar. Ja. Hoe was jouw relatie met Hoeweco? Mijn relatie met Hoeweco was, ik kende het. Hè. Bart van Einde, de huidige secretaris, daar had ik regelmatig contact mee. Die vertelde erover. Ik las er met enige regelmaat over in de verslagen in de gemeentelijke politiek. En bezocht ook wel eens af en toe de open dagen. Was al snel achter dat dat toch ook wel het contact houden met mensen. Mensen de gelegenheid bieden om contact te hebben met anderen. Ja, dat is gewoon fantastisch, want dat hebben we keihard nodig in de samenleving. Dank u wel voor deze zin. Zo dan ook.